Ja, nou, wearables zijn, zoals de naam al een beetje zegt, draagbare sensors die data meten over je fysieke of mentale toestand zou eventueel ook kunnen. Ik denk het bekendste voorbeeld zijn de Fitbit activity trackers, maar ook Apple Watch is bijvoorbeeld een wearable die je hartslag meet, je activiteit gedurende de dag. En ja, wat waarde van dit soort type apparatuur is dat het eigenlijk gedurende de dag heel veel data kan monitoren en registreren en vervolgens synchroniseren naar een applicatie die vervolgens kan gebruikt worden door een trainer om te zien bijvoorbeeld, hey, hoe actief, hoeveel heb je, heel simpel, hoeveel heb je gewandeld vandaag? Maar ook als je dan hebt gesport, hoe intensief heb je gesport? Of heb je een beetje de kansjes ervan afgelopen? Je hartslag liegt niet. Nee. Hè, iemand kan zeggen, ik heb een uur ben ik in de sportschool geweest. Maar ja, als die alleen maar op Instagram heeft lopen scrollen. Je moet heel veel koffie erbij drinken of zo. Ja, precies. Dus uiteindelijk, weet je, in allerlei trajecten is uiteindelijk, als je naar verbetering wil werken, het begint bij meetbaarheid. En wearables kan gewoon zorgen voor uitstekende meetbaarheid, zodat je vanuit daar kan bouwen naar verbetering. Dus als ik een praktisch voorbeeld mag geven dan, dus eigenlijk wordt de taak van een trainer straks, hè, die klant heeft straks die wearable om, die Apple Watch even, die Fitbit om, en die gaat dan bijvoorbeeld, voordat hij de training doet, neem je even 5 minuten tijd om even alle data te bekijken van, wat heb je de afgelopen tijd gedaan, en daar maak je eigenlijk een beetje, daar coach je als het ware op. Ja, nou ja, je zegt straks, maar dat is al nu. Is al, ja, 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 ik denk alleen dat het nog te weinig gebeurt. Dat er te weinig van die mogelijkheden gebruik wordt gemaakt. Ja, ja, en de gamification hebben we natuurlijk ook genoemd. Dus de kracht van wearables is meetbaarheid. Maar er zal ongetwijfeld ook een element van gamification in zitten. Nou ja, daar heb je het dus. Als je kijkt naar hoe technologie kan ondersteunen. Inderdaad, het is het meten is weten. Mm-hmm. Vervolgens kan het ook helpen bij het motivationele aspect. Hè, er is heel veel onderzoek naar gedaan van, oké, wat zijn nou zaken die mensen effectief kunnen stimuleren naar duurzame gedragsverandering? En Nier Eyal heeft een heel mooi boek daarover geschreven, dat heet Hooked. Dat kan ik iedereen aanraden. Het gaat heel erg over hoe je software kan bouwen die kan leiden tot gedragsverandering. En een van die dingen is heel simpel. Puur het herinneren. Hè, want voor veel mensen is het, we zijn allemaal zo druk. Dat op het moment dat we op maandag bedenken, ik wil gezonder leven, meer bewegen. Dan zijn we vaak op dinsdag zijn we dat alweer vergeten. Ja. Dat is ook een van de krachten van een wearable om je pols. Je ziet dat ding iedere dag, dus dat is al een reminder. Maar ook technologie in de vorm van een app kan bijvoorbeeld een trigger geven. Om jou eventjes te herinneren van, hey, het is weer tijd om je ontbijt bij te houden. Hè, als je op je voeding wil letten. Of, hey, je hebt vandaag een training gepland. Wees op tijd, zorg voor ja. Ja. En dan vervolgens, het tweede deel is het eigenlijk zo laagdrempelig mogelijk maken. Als je iemand hebt getriggerd, zo laagdrempelig mogelijk maken om actie te ondernemen. En binnen de fitness is dat bijvoorbeeld, als je in de club staat en jij bent een beginnend sporter, je hebt geen idee wat je moet doen. Nee. Dat is een drempel. Ja. Dus ik heb wel die reminder gehad, ga naar de sportschool. Maar als ik vervolgens in die sportschool sta en ik weet niet wat ik moet doen. Je hebt geen idee. Dan ga ik met 10 minuten weer naar huis. Ja. Dus als je dan met technologie een simpel schema kan voorschotelen. Wat iemand kan doen waarin ze kunnen zien wat ze precies moeten doen. Dan neem je daar weer die drempel weg en maak je het makkelijker om vol te houden. Ja. En dan als laatste element, stuk motivatie, wat jij aangaf, is hoe blijf je mensen triggeren om vol te houden. En daar zijn ook weer allerlei technieken voor, zoals bijvoorbeeld het kunnen stellen van doelen. En op het moment dat je dan die workout hebt gedaan, dan krijg je een vinkje. Ja. Ja, dus wij hebben binnen onze technologie wat we noemen een habit systeem. Dus mensen kunnen zeggen, hey, ik wil 3 keer per week sporten. En iedere keer als je hebt gesport, dan krijg je een vinkje. Dus dan heb je 1 van 3, 2 van 3, 3 van 3. Op het moment dat je 3 van 3 hebt, nou, komt de confetti naar beneden en heb je een beetje dat yes-gevoel, dat gevoel van. Onbewust is dat veel met je.
Ja, ik zie jou ook altijd heel blij naar je app kijken. Als je een badge hebt. Nee, maar we kunnen een grap over maken. Nee, maar is zo, nee, dit maar is zo. Het is geen kinderspel. Nee, hè? Nee. Er werd vroeger wel eens gedacht van die virtuele rewards. Dat is iets voor kinderen. Ja, waar de Call of Duty gebruikt en zo. Dat ja, ja, maar dit is menselijke natuur. Ja. Dat is gewoon... wij houden ervan om positief bevestigd te worden. Ook al is het een digitale medaille die je krijgt. Daar voelen we ons goed voor. En het helpt onze hersenen om een bepaald gedrag vol te houden. Dus, Het is natuurlijk heel mooi hoe je dat preacht. Heb je ook, laat maar zeggen, voorlopers na bijvoorbeeld die topsport van denkt, hey, dat zijn bijvoorbeeld heel echt mensen die dat heel goed doen? Of trainers, of even zeggen van, dit zijn echt koplopers in die... ik zeg niet dat ik koploper ben, hè, maar waar ik bijvoorbeeld ook heel erg nadenken ben met de studio, is van, oké, laten we budget vrijmaken om een Apple Watch in bruikleen te nemen op het moment dat je bij ons komt sporten. Want dat betekent wel dat we je beter kunnen helpen. En er zijn mensen best wel bereid voor om al een klein beetje wat te betalen. Het kost natuurlijk wat geld, maar uiteindelijk levert je een hele hoop op, inderdaad. Ja, ja, nou, ik denk uiteindelijk, kijk, tuurlijk, binnen onze klantgroep, dan zien we enorme verschillen van in hoeverre zij het maximale halen uit de technologie. Ik denk uiteindelijk dat het vooral ook gaat om zorgen dat je een duidelijk werkproces hebt. Waarin je gaat uitwerken van, hey, hoe ga ik die technologie inzetten? Ja. Er is al zoveel mogelijk in de vorm van digitale intakes, het schema bij start toewijzen aan de klant, alvast een follow-up inplannen, waarna je dan weer hebt. Ik zie dat in de praktijk eerlijk gezegd nog echt te weinig. Misschien is dat ook iets waar wij als organisatie meer mee zouden kunnen doen in de vorm van onderwijs of het ondersteunen van... tegelijkertijd zie ik de klanten die dit wel doen enorm succesvol zijn. Ja, ja, precies. Omdat de technologie kan daarbij eigenlijk enorm bijdragen in een goede klantervaring. Ja. Maar je moet wel zorgen dat die technologie wordt ingezet door jouw mensen in de club. Dus ik denk dat daar uiteindelijk het verschil zit tussen technologie heel goed inzetten in je organisatie en niet, is uiteindelijk toch wel de implementatie. Nou ja, en ook misschien bijvoorbeeld als je kijkt naar online coaches, zie je dat bijvoorbeeld heel goed doen. Hè? Vaak dat ze dan het platform echt op de juiste manier gebruiken en eigenlijk die app-omgeving. En dan zie je inderdaad bij bijvoorbeeld fysieke locaties dat vaak weer minder gebeurt. En dan ligt het vaak in die implementatie. Je moet draagvlak creëren, ook bij het personeel. Die moeten er ook maar meewerken. Nou, we hebben het vaak genoeg hierover inderdaad van, nee, mensen kunnen tegenwoordig cursussen doen van 4 weken. En dan zijn ze eigenlijk bijna volwaardig trainer. Dat wordt nu ook allemaal aangepakt, maar dat zijn allemaal factoren die eigenlijk een rol spelen. Ja, wordt die technologie echt geadopteerd tegenwoordig? Ja. Of niet hard genoeg in ieder geval? Ja. Alright. Ja. Je hebt het net al heel even kort even over gehad. Augmented and virtual reality. Een onderwerp wat we nog niet echt behandeld hier hebben. Volgens mij wel niet. Nee, volgens mij nog nooit, hè? Nee. Jij weet ook heel goed wat het is, hè? Ja, ik ben er een groot fan van. Misschien een beetje aangewakkerd door deze. Nou ja, zeker, zeker, zeker. En beide factoren zijn voornamelijk gericht op gamification. En dan eerst gaan we natuurlijk erop induiken, voor de mensen die het niet weten. Wat is dan daadwerkelijk de definitie van beide? Ja. Ja, oh ja, goed. Ik heb hem niet opgezocht in het woordenboek, dus ik hoop dat ik het goed doe. Nee, even kort gezegd, virtual reality is eigenlijk een technologie die mensen volledig laat onderdompelen in een volledige virtuele wereld. Dus dat betekent in de praktijk dat je een headset opdoet en dat je je omgeving niet meer ziet, maar dat je een volledige virtuele wereld ziet. Augmented reality is technologie waarbij je wel je wereld blijft zien, maar waarbij door middel van technologie virtuele elementen in de echte wereld worden geprojecteerd. En een voorbeeld hiervan wat relatief veel mensen kennen is bijvoorbeeld Google Glass. Dat was zo'n bril, die kon je opzetten, daar kon je doorheen kijken en door middel van een bepaald apparaatje werd er licht in het oog gestraald, waardoor je bijvoorbeeld een cijfertje of een klein schermpje voor je oog kon zien. Dat klinkt voor de meeste mensen nog best wel ver van het bed af. Ja. Nou ja, misschien iets minder ver van het bed is Pokémon Go. Ja. Oh, een goede, Ila. Ja. Nee. Nee, ja, dat is een hele goede. Wat is dat dan? Is dat augmented of virtual? Dat is augmented. Yeah. Want, okay, cool. Het voegt echt iets toe aan je bestaande werkelijkheid. Ja, ja. Dus wat die app doet, je kijkt eigenlijk door de cameralens heen, dus je ziet de echte wereld.
En vervolgens is die applicatie, die zet daar een Pokémon neer die je kan gaan vangen. Ja, en het klinkt als ver van je bedshow, maar alle grote techbedrijven zijn momenteel bezig met augmented reality. Apple komt met een augmented reality bril. Google komt met een augmented reality bril. Er zijn al een aantal start-ups, zoals Magic Leap in Amerika, die honderden miljoenen funding hebben gehaald, die augmented reality. Microsoft heeft al heel lang een augmented reality bril, die ze waarschijnlijk ook wel naar, dat is meer een business-to-business oplossing momenteel, maar die gaat wel ook naar, ja, en de toepassingen zijn enorm breed. Ja. Denk aan als je automonteur bent en je wil weten hoe je een auto moet fixen. Je doet die bril op en de software legt jou precies uit van, hey, dit is de knop voor het olieververs. Ik ben dus super onhandig. Ik kan bijvoorbeeld IKEA-kasten en dat soort dingen. Daar ben ik dus echt helemaal niet content mee. Dus dan kan ik gewoon voortaan een bril opzetten. Krijg je hem inderdaad een stap voor stap. Ja. Ga ervan uit dat op enig moment gaat IKEA een applicatie hebben die jou helpt om je kast in elkaar te zetten. Eerlijk gezegd, die boekjes zijn sowieso gewoon helemaal... toch? Dat is ook een beetje passé, dus eerlijk is eerlijk. Hey, goed, en wat gaat het dan voor onze sector betekenen? Want hoe gaan deze twee de status quo van de fitnesswereld veranderen? Ja, ik denk dat het echt game changers gaan zijn.